Dames en heren, hartelijk welkom in deze arena met vandaag het nog niet zo vaak geciteerde verhaal van de Loerendalers. Deze stam leeft hier nog tot een paar honderd jaar terug en vandaag gaan jullie luisteren naar het verhaal van Caspier. Caspier leefde in het jaar 1200 na Christus en woonde al hier in Teuge. Iedere dag na het ontwaken stond hij op om zijn gebruikelijke ritueel in de badkamer te doen. Eerst probeerde hij zijn TL-knuppel aan te slaan, wat na enige pogingen lukte. Maar vaak ook voor hele enge taferelen zorgde. Daarna begon hij met eten op een zeer bijzondere manier, waaruit bleek dat hij zijn tijd al ver vooruit was. Als Caspier klaar was met zijn ritueel thuis, ging hij vol goede moed op zijn rondjespaard richting de arbeid. Deze arbeid was technologisch zeer geavanceerd en bestond uit het heen en weer bewegen van een hendel. Dit was een van de best betaalde banen in zijn tijd. Tot een villa kwam het niet, maar een luxe uitgeruste, riante gezinswoning was wel mogelijk. Maar deze dag, dames en heren, was geen gewone dag. Hij dacht, het is een gewone dag. Maar hij stond nog geen 5 minuten te hendelen en er kwam niemand. Dat was geen nieuws. Er kwam nooit iemand. Hooguit Oena, het oervrouwtje, dat in een eenvoudig afgelegen hutje woonde en was blijven steken in haar ontwikkeling. Wat gebeurde er wel? Caspier stopte met hendelen. Hij wist niet wat hem overkwam. Hij probeerde zijn arbeid te hervatten, maar het lukte hem niet. De hendel duwde hem steeds verder weg. Caspier bleef proberen de hendel te bereiken, maar de kracht werd zo groot dat hij het opgaf en er als een hazenwind vandoor snelde op zijn rondjespaard. Maar hij sloeg het verkeerde pad in. Zijn rondjespaard was niet gemaakt voor zand en stopte daarom ook met gehoorzamen. Caspier raakte nog verder in paniek en rende hals over kop verder. Hij kwam radeloos van angst voor zijn mogelijke achtervolgers aan bij een boot, trekboot. Hij sprong erop en trok zichzelf zo snel mogelijk naar de overkant waar het mogelijk veilig was. Hij deed daar allerlei bijzondere gymnastieke oefeningen. Hij probeerde zijn achtervolgers, die er eigenlijk helemaal niet waren, daarmee onder de indruk te brengen. Hij ging volkomen uitgeput van alle meegemaakte angst te slapen en wachten op de volgende dag. En zo eindigde de eerste dag en daarmee het eerste verhaal van Caspier de Loerendaler. Kom snel terug voor het tweede deel. Zelfde theater, zelfde tijd.